Op dit transformatorhuisje stond dinsdag nog een hakenkruis en op een andere de tekst sterf. De huisjes staan in Heumensoord, precies op de plaats waar Afghaanse vluchtelingen zullen worden opgevangen. Overigens stond het er al op voordat bekend werd dat hier opnieuw een vluchtelingenkamp zou worden gebouwd. Inmiddels is het extreemrechtse symbool overgeschilderd. Er staat welcome en een gouden hart. Niet bekend is wie dit heeft gedaan.